Op hun gebruikelijke wereldtournee hebben de beroemde Harlem Globetrotters ook dit jaar weer enkele wedstrijden in Nederland gespeeld. Hoewel men bij dit optreden eigenlijk nauwelijks van wedstrijden kan spreken. Het publiek in Ahoy zag de tegenstanders, de Chiefs, nog wel af en toe een poging in die richting doen. Maar over het geheel genomen kregen die maar weinig kans in deze ontmoeting. Waarin de Harlem Globetrotters alle registers van hun virtuositeit opentrokken. Veel punten werden gescoord zonder dat er ook maar één tegenstander tussen beiden kon komen. De tegenpartij afleiden is niet ongeoorloofd in deze show die vol clowneske variaties zit. Het is opvallend om te zien hoe de Harlem Globetrotters telkens weer nieuwe en verrassende misleidingselementen in hun optreden weten in te vlechten. In de regels staat nergens dat je geen tas mag meenemen. Vandaar. Meesterlijk getimede schijnbewegingen behoren tot de fabuleuze techniek van deze basketbaljongleurs, die zelfs uit de vreemdste posities nog raak weten te schieten. Veertig jaar geleden, in 1927, werden de Harlem Globetrotters opgericht. Nadien zijn er andere teams gekomen, maar de stijl van het optreden is dezelfde gebleven. Een mengsel van uitstekende sport en prima show.